subtropisch zwemparadijs voor bejaarden. En wij. Welkom bij Weekendvlog 2. Wij zijn dit weekend naar Duitsland geweest. Duitsland! En het was heel leuk. We hebben daar wijn geproefd, bier gedronken, worst gegeten en vooral heel veel bejaarden gezien. Maar waarom gingen we eigenlijk naar Duitsland? Goeie vraag. We gingen naar Duitsland voor de wijn. We gingen naar het Aargebied in het plaatsje Bad Neuenahr. En daar schijnt een heel mooi en goed, vooral goed, wijngebied te zijn. En dat moesten wij ontdekken. En dat moesten wij ontdekken omdat mijn moeder zei, daar is goede wijn. Want ze had een cursus gedaan, heeft ze geleerd. Ze wilde ons daarin meenemen. Dus wij dachten, wij zijn de beroerdste niet. Wij gaan wel mee. Dus wij zijn afgelopen vrijdag al naar Duitsland gegaan. Via een kleine omweg, namelijk het dorpje Monschau. Daar begonnen we. Dat was een heel klein, schattig dorpje dat we eerst eventjes verkend hebben. Ja. Reden wij door. Joost deed een klein slaapje. Was ook nodig. Uiteindelijk kwamen we dus aan in het plaatsje waar we ons hotel hadden. Bad Neuenahr, als ik het goed zeg. En daar hebben we lekker rondgelopen. Schnitzel gegeten, bier gedronken. En toen was de dag eigenlijk wel weer om. Maar we kwamen dus voor de wijn. We kwamen voor de wijn. Dus wat moesten we de volgende dag doen? Wijn proeven. Dat deden we in een, zoals dat op zijn Duits heet, in een wijngut. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het klinkt goed. Proost. Proost. Smekt das? Also Rotwein? Sehr gut. Sehr gut. En daar hebben we een aantal wijntjes geproefd, door de wijnvelden gelopen. En jij hebt daar ook nog zelfs de druif geproefd. Dat kunnen we jullie ook wel eventjes laten zien. Zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Is dat? Ja, best wel. Niet zoet hoor. Wauw, kijk uit, komt iemand aan. Ja, dit is gewoon spontaan. Gewoon heel, heel spontaan. Maar je moet er even varen. Ja, is goed. Heel spontaan. We zijn aan het wandelen tussen alle wijngaarden. En hierachter zie je Joost's ouders die heel, natuurlijk een foto maken. En dan zegt Fiora dat ik erg ben met foto. Nou. Van wie heb je dat? Is het wat? Ja, super. Aber jetzt haben wir viele Wein gekauft. Ja. Riesling. Riesling. Und das Ahrtal. Opa. Opa. Wow. Heinrich. Dann Heinrich Eismann. Tschüss.
We hebben niet alleen maar wijn gedronken en gegeten. We zijn ook nog best wel een beetje sportief geweest. Althans, ik ben nog sportief geweest. En we zijn ook nog wezen zwemmen. Ja. Goedemorgen, zondagmorgen. De hele familie ligt nog op bed. Ik ga eruit voor een run. Misschien wat kleine oefeningetjes. En dan beginnen we de dag weer lekker fris en fruitig. Zodat we daarna weer een klein wijntje kunnen drinken. Ga je mee? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Lekker. Met jou? Je bent er helemaal klaar. I'm ready for the breakfast. Waarvoor? Frühstück. We hebben een heel Duits ontbijt. Of eigenlijk Frans. Oh, je moet alleen eens voor ontbijt. Gezondheid. Dit dorpje staat ook bekend om zijn thermale baden, dus daar gaan we nu eens eventjes kijken. En jullie mogen lekker niet mee. Ha, tot straks. We zijn weer helemaal fris en fruitig van de sauna. Wat vond jij ervan? Nou, wel lekker. Ja, hè? Beetje subtropisch zwemparadijs voor bejaarden. En wij. Maar goed. Een beetje jammer dat de glijbanen ontbraken. Maar we hebben wel lekker genoten. De sauna was wel leuk. Ja, vond ik ook. Sportief, dus inderdaad hardlopen, zwemmen. Maar ook rodelen. Ja, we gingen ook rodelen. En dat was best wel een leuk iets, vond ik. Het omhoog takelen duurde 2 keer zo lang als het naar beneden gaan. Maar ik had het nog nooit gedaan en ik vond het best wel grappig. Ik vond het ook leuk. Ja. Typisch Duits. Ja. Moet je doen als je in Duitsland bent, dus... Dat hebben we gedaan. We zijn bij de rodelbaan. Ik weet niet of je het kan zien. Eens verder kunnen lopen. Kijk. En daar gaan we zo meteen af. Op de rodelbaan. Wie had dat gedacht? Tussen alle kinderen. Oeh. Ik weet niet of je Fiore kan zien waar die is. Daar ergens. Goed? Ja? Ja, ik wel lachen. En jij? Nee, niet hard genoeg. Nog een keer? Nee. Oké. Om eigenlijk deze hele culturele trip nog meer glans te geven, moesten we wel in het treintje wat er ook rondrijdt. Het treintje tussen een aantal dorpjes. Ja. Lekker kneuterig. We zijn net in het treintje geweest. Dat was super tol. Super tol. We hebben dus heel lekker wijn gedronken. Joost heeft lekker bier gedronken. We hebben gerodeld, heel veel gewandeld, veel oude mensen gezien. Worst gegeten. Hebben we laten zien dat jij ook worst hebt gegeten? Nee, dat is nog wel een heel leuk stukje. Komt-ie. Je bent in Duitsland of je bent het niet? Net zo lekker als bij IKEA. Lekkerder. Toch wel. Ja. Snap je? Ja. Dit ziet er heel raar uit. Ja. Hey. Maar lekker. Ga je maar. Prost.
We hebben geen idee wat het is, maar het ziet er wel mooi uit. En? Smaakt dat alles goed? Ja, goed. Super! En nu eerlijk? En nu eerlijk? Oeh, zoiets is het. Oeh. Ja. Hoe staat het met de oranje leeuwinnen? 2-2. Oh, niet? Ja. Hoe lang moeten ze nog? Het is nu... De tweede helft is net begonnen. Ah, dan moeten we even kijken of we nog een stukje kunnen kijken. Dus als jij weet hoeveel het gewonnen is, laat het weten in de reactie. Ja, jullie weten het nu al, maar wij nog niet. Spannend! En, hoe staat het? Oh. 3-2, zullen we die ook gewoon op tv? Ja, kijk. Woehoe! 4-2! Het is uit! Dat spiel is uit! Ja! Die Nederlanden zijn de nieuwe Europameister! Al met al was het dus een geslaagd weekend en hebben we enorm genoten van onze mini-vakantie. We hopen dat jullie het ook leuk vonden. Zo ja, laat het even weten in de reacties hier beneden. En heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even, vinden we leuk. Super bedankt voor het kijken. Dikke kus van ons. En een dikke SO naar mijn ouders. Zo heet yeah. Dat toch? Een SO. Nee. 28. Beginnende vloggers. Misschien niet op.